Van harte goedemorgen, luisteraars. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Een beetje nat buiten, nou een beetje nat, erg nat buiten. Het heeft vreselijk geregend de afgelopen uren. En dat brengt natuurlijk wat stagnatie met zich mee voor een heleboel mensen. Veel straten ondergelopen, veel huizen waar water dus binnengekomen is. En natuurlijk wel los, maar kan helemaal geen bus, trouwens helemaal geen taxi. Want met dit weer en de wegen die zo snel onderlopen, altijd wel wat moeilijker om je te verplaatsen van plek A naar plek B. Nou, feit is, we zijn er en we zijn er om aan u te presenteren een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. We zullen later het programma misschien ook even met wat mensen bellen. Om ik je welkom, tegu in soort birti en libi en faadidap in een wateroverlast. Ben jij gewoon droog? Is alles gewoon netjes droog? Of heb je water binnen? Heb je water op je erf? A pasifidjes, wan kriki of walibano? Laat ons dat weten. Dus kijken even hoe we het gaan kunnen doen vandaag. Want mijn gast die heeft ook afgemeld vanwege water. Overlast. Mijn gast die heeft water binnen. Tienama Osoama Abwatra. Dus heel vroeg kreeg ik vanmorgen een app van hey, Mino Redder, want het is zo'n probleem, ja. Nou goed, we gaan hem opvangen. We hebben Nacho die bezig is zich voor te bereiden op de CONCACAF Nations League wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen de ploeg van Jamaica. Suriname komt uit in een pool met onder andere Jamaica en Mexico en speelt om te beginnen uit en thuis tegen Jamaica. En we hebben de trainingen gehad vanaf afgelopen dinsdag. Gisteren hadden we de mediadag en ook momenten waarbij de spelers en bondscoach Stanley Menso aan het woord gekomen zijn. De sfeer is goed. De spelers die zijn vastberaden en vast van plan om er iets moois van te maken om Suriname waardig uit te dragen. En we voeren nu terug naar wat interviews, reacties en wat er allemaal naar voren gebracht werd vanuit de selectie, Nacho. En ook de spelers die deel uitmaken van de nationale voetbalselectie. De bedoeling van deze mediadag is in principe dat we de spelers en de staf kennis laten maken met leden van de pers. Dus de bedoeling is eigenlijk dat jullie ook gewoon ertussenin kunnen zitten. Dat is de main priority van vandaag. Toen Stanley Menso me vroeg om de perschef van de nationale selectie te worden, heb ik hem gevraagd, oké, wat verwacht je van me? En een van de eerste dingen die hij zei is, er moet eigenlijk geen verschil zijn tussen de pers en de, of nee, laat me het anders zeggen, de afstand tussen de pers, voornamelijk de sportpers, en ons, Nacho, moet klein zijn, moet bijna er niet meer zijn. Dus we zaten al een hele tijd met, hoe gaan we dat doen? En een persdag is, denk ik, een heel goed idee. Dus het idee van vandaag is, basically, om kennis te maken met de pers. Mag ik het woord geven aan bondscoach Stanley Menso en met name om eigenlijk een beetje te spreken over wat de bedoeling is van A vandaag en B het belang van ons als pers in tijdens zijn periode als bondscoach. Heren, dames van de media, ook namens van mijn kant welkom, namens de staf, namens de spelers, welkom. Een van de eerste dingen die ik bij mijn aanstelling zei was dat ik wil beginnen gezamenlijk met de pers, met de media en met de gemeenschap aan dit traject. Ik wil niet dat er verschillen zijn, we moeten één zijn. Waarom? Het is eigenlijk altijd en overal zo, het nationaal elftal, in dit geval Nacho, is van het van de gemeenschap, is van de mensen. Wij zijn onderdeel van die mensen, jullie zijn onderdeel van die mensen. Wij willen graag dat ons verhaal, ons project duidelijk naar de mensen wordt toegecommuniceerd. Ik heb al een paar keer aangegeven dat communicatie een van de belangrijkste pijlers is in een goede organisatie, in een goede verstandhouding. Puur alleen omdat je elkaar dan beter begrijpt. Soms begrijpen we elkaar niet omdat we niet goed communiceren. En dan vraag ik niet dat we alleen maar positief zijn over Nacho. Nee, in tegendeel. Ik wil graag kritische noten horen, daar waar het nodig is. Maar kritisch in een positieve manier. Want we zijn allemaal een onderdeel van de gemeenschap.
Wij willen graag, tenminste ik wil graag met mijn spelers, dat wij een goede verstandhouding hebben. Dat we gewoon naast elkaar, langs elkaar kunnen lopen en elkaar gewoon kunnen groeten. Weten wie we zijn. Dat we elkaar begrijpen. En dat we kunnen begrijpen waarom een speler op dit moment geen interview kan afgeven. Dat we het gewoon begrijpen. En het heeft puur te maken met communicatie. En dat we dan niet daardoor een speler anders gaan bekijken. Nee, als ik iets niet kan zeggen, dan moet ik het naar jullie toe communiceren. Zodat jullie begrijpen waarom ik het niet kan zeggen. En die verstandhouding wil ik hebben. Zodat we ook naar de gemeenschap duidelijk een stem kunnen laten horen. Ik heb het ook aan de spelers uitgelegd van... de media of de pers hoeft geen vriendfeit te zijn. Maar je moet wel met ze communiceren. Je moet wel heel duidelijk zijn naar elkaar toe. Zodat je weet van elkaar wat je aan elkaar hebt. En that's all. En ik hoop dat we vandaag gewoon een heel informeel samen zijn kunnen hebben. En een stukje misschien formeel, dat is geen probleem. Maar dat we elkaar gaan leren begrijpen. Er zijn jongens die komen uit toch een andere cultuur. Ik ken deze cultuur. We moeten leren van elkaar hoe we in elkaar steken. Omdat we samen de gemeenschap vertegenwoordigen en de boodschap naar de gemeenschap moeten brengen. Dat is het eigenlijk van mijn kant. En nogmaals, heb samen een gezellig en leuk uurtje. En ik hoop dat we elkaar na dit uurtje gaan begrijpen en gaan kunnen vinden. Dankjewel. Thank you, Stanley. Namens de spelersgroep hebben we aan Kjelp en de leerdam gevraagd om eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal te doen. Nogmaals goedemorgen namens de hele spelersgroep. De trainer heeft eigenlijk bijna alles al gezegd wat we zelf ook willen zeggen. Het is belangrijk dat we elkaar goed gaan leren kennen. Om een goed verhaal te schrijven naar onze gemeenschap. Dus ik zou graag willen zeggen, kijk, iedereen is hier, iedereen is benaderbaar. Dus maak goed gebruik van de tijd die we met elkaar hebben. Zodat we in de toekomst gewoon makkelijker met elkaar om kunnen gaan. Dus nogmaals, ik hou het heel kort. Nogmaals, laten we gewoon een goede verstandhouding met elkaar opbouwen. Zodat we in de toekomst mooie dingen met elkaar kunnen beleven samen. Hier in Suriname, maar ook als we tripjes gaan maken naar het buitenland, waar de pers natuurlijk ook meegaat. En alles begint nu vandaag. En laten we het vooral positief houden. En ik zou zeggen, begin maar en maak er een mooie dag van. Thank you. Vanuit de groep, spelers, staf, pers, zijn de vragen voor die zijn van de tafel. We weten allemaal, daar ontkom je niet aan, dat hoor je vanuit de media. Er is van alles gaande. Ik heb alleen gehoord van het bestuur dat wij gewoon onze gang kunnen gaan, dat ons project of traject gewoon, dat we het kunnen voortzetten. Het is niet fijn om in zo'n rumoerige setting te werken, maar wij moeten ons focussen op datgene wat wij kunnen beïnvloeden en dat is het veld, de trainingen. En de tegenstander. En bestuurlijk kunnen wij weinig beïnvloeden. Dus laten we dat voor wat het is. Dat is iets voor andere gedeelte van het voetbal in Suriname. En wij gaan ons focussen op de wedstrijden. Wat het bestuurlijk betreft, dat het leeft. Ja. Ik heb geen, dat zou je misschien straks individueel moeten vragen, maar ik heb niet het gevoel dat we daar echt mee bezig zijn. Ik heb eerder het gevoel dat we echt bezig zijn met de wedstrijd. En met de wedstrijden, laat me het zo zeggen. En nee, ik heb niet het gevoel dat de groep daarmee bezig is. Ik hoop dat een voordeel zou kunnen opleveren, maar Henk, dat weet je in de voetballerij. Je komt misschien met een op papier minder team, maar de spelers die dan wel spelen, die geven misschien niet 100, maar 200%. En dan heb je eigenlijk hetzelfde probleem. Wat ik van Jamaica weet, ze staan hoger gerankt dan ons. Wat ik heel belangrijk vind, en dat geldt ook voor ons, dat zij al bezig zijn met een kern voor langere perioden. Dus het elftal is al redelijk, kent elkaar al langer.
En dat is iets waar wij ook naartoe willen, dat we elkaar langer kennen, langer met elkaar gaan trainingsmomenten, wedstrijdmomenten gaan hebben. Het is een vrij fysieke ploeg. Ook vrij ervaren, vind ik, qua ervaring in het buitenland, bij jongens uit Engeland, Rusland. Een ploeg die kan voetballen, maar ook heel goed op de counter kan spelen. Ik heb ze gezien in meerdere wedstrijden op televisie dan. Verschillende spelers, verschillende formaties. Wij gaan uit van een bepaalde formatie dat ze zullen gaan spelen. En zoals ze vaak hebben gespeeld de laatste wedstrijden. En daar gaan wij van uit. En zo niet, dan moeten we ons aanpassen aan hun formatie. Nogmaals, geen onderschatte tegenstander. Maar ik vind ook een tegenstander waar we niet bang voor moeten zijn. En dat is één dat ik de spelers echt op het hart wil drukken en druk van... We moeten goed zijn die dag, we moeten goed zijn zaterdag. En dan hoeven we echt niet onder te doen of bang te zijn voor Jamaica. Ja, Ryan zit nu hier en kijk, als groep moet je bepaalde krachten hebben, bepaalde kwaliteiten hebben in een groep. En soms denk je van, nou, het is onbelangrijk, maar het is juist heel belangrijk. Ryan kent het hele traject vanaf het begin. Ik ken de spelers. Die gek kan ons aangeven van, hey, ik zou met hem even zo doen of dit doen. Kijk, daar is Ryan ontzettend belangrijk in voor ons. Naast wat hij meebrengt op het trainersgebied. De spelers zullen eerder naar hem toe gaan als er wat is, dan misschien naar mij toe gaan. En dan hoor ik het wel van Ryan. En hij weet precies wat hij naar mij toe moet filteren en wat hij eigenlijk voor zichzelf moet houden of met de spelers moet delen. Dat is een belangrijke rol voor Ryan. Maar hij is in eerste instantie gewoon een assistent van mij. En samen met Roberto moeten wij samen met Michiel en de andere stafleden moeten wij dit elftal gaan begeleiden. Oké. Okay. Nog één vraag. Ja, ga je gaan? Ik wil het na deze laatste vraag alsjeblieft. Wat is het idee om onder te spelen? Wie? Waar heb je nu over? De laatste wedstrijd. Welke wedstrijden? Alle wedstrijden in januari. Januari, ja. Oh, dat bedoel je? Ja, het was een idee. Kijk, ik heb Ryan aangegeven van, ik zie dat je weinig speelt bij je club. Ja? Ik zie dat je bezig bent aan het afbouwen. En ik heb ook aan hem gevraagd van, wat wil je hierna? Hij wil het trainersvak in, maar ja, voor mij is het een goed moment om voor hem het trainersvak in te gaan. De keuze om hem niet te selecteren in de ploeg is omdat ik denk dat hij op dit moment weinig minuten heeft gemaakt, weinig heeft gespeeld. En hij voor mij en de groep heel belangrijk kan zijn. Dus het had gekund, maar ik heb deze keuze gemaakt en eigenlijk niet meer dan dat. Ja, oké. Er zijn 4 spelers, er zijn 13 leden van de 12 leden van de staf. Misschien kan ik even, anders krijg ik die vraag misschien straks van iedereen, ja. Dat ik even verduidelijk. Ryan hebben besproken. Er zijn een x-aantal spelers die er niet bij zijn. Ryan Donk, die komt morgen. Die moest nog wat dingen regelen. Voor alle duidelijkheid. Charon Thierry, die komt niet. Die heeft privé dingen die belangrijker zijn dan op dit moment het voetbal. Charles de Becker is geblesseerd. En dan denk ik... Kenneth Paul is bezig met een transfer. En die wil, dat is afgerond, die transfer... kan hij overkomen. En de rest is de ploeg waar we het mee gaan doen. De diaspora spelers aangevuld met jongens uit Suriname. Oké.
Thank you guys. De vloer is open, dus maak er gebruik van. Ja, Rossello, je bent ook weer in de selectie. Weer een nieuw traject onder de nieuwe bondscoach. Wat verwacht Rossello zelf van de wedstrijd tegen Jamaica? Ja, ik denk dat het een zware pot gaat worden. Want Jamaica, ze hebben ook goede spelers, wij ook. Dus het wordt wel een zware wedstrijd. Maar ja, we hoeven niet bang te zijn voor Jamaica. We moeten gewoon winnen. Als je een goed team hebt, gaat alles dan goed. Wat gaan wij doen? Wat weet je al intussen wat we zullen doen tegen Jamaica? Wat concepten? Ja, we weten dit, we hebben gisteren pas de eerste keer getraind. Dus we weten niet echt zoveel wie er gaat spelen of wat. Maar ja, het ligt gewoon aan de trainer wat hij gaat doen ofzo. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik ga spelen ofzo, maar als ik erin sta, dan ga ik gewoon mijn best doen. En ik ben gewoon middenvelder hier. Bij Telstar daar speel ik achterin, maar hier ben ik gewoon middenvelder. Dus ja, als ik erin moet, als ik basis sta, maakt niet uit. Als ik wissel ben, ik zorg gewoon ervoor dat ik mijn best doe. En je hebt natuurlijk ook de vraag gehoord, de perikelen binnen de Surinaamse voetbalbond. Is het doorgecijpeld naar de selectie toe? We begrepen van niet echt? Nee. Dat heeft niet echt invloed op ons. Wij focussen gewoon op de wedstrijden. Maar ja, wat daarnaast gebeurt is gewoon zeg maar voor de SVB of zo. Maar wij trekken ons niet aan daarna. Albert Nipte en meneer Gilberto N. U bent ook in de technische staf natuurlijk. Ja, dat klopt, als logistiek medewerker. Maar jij bent een van de steunpilaren geweest van Natje de afgelopen jaren ook. Nu in een andere hoedanigheid. Komt je voetbalervaring ook erbij wanneer je logistieke werkzaamheden doet? Ja, ook. Soms voel ik me weer thuis van oké, en nu gaat het gebeuren, maar dan moet ik me weer gaan realiseren van dat is niet het moment. Maar al hetgeen dat ik voorheen heb gedaan, ik weet waarover het gaat. Ik ben speler geweest, aanvoerder geweest, dus ik weet precies wat die jongens aanvoelen en hoe ze zich thuis voelen in een tenue. En dat maakt me wel blij om dat mee te maken. Heb je ooit gevoetbald tegen Jamaica, want meneer Sabdat Moro? Ja, we hebben gevoetbald tegen Jamaica, in Jamaica zelf. En we hadden verloren toen met 1-0. Die wedstrijd zou ons wel een restrace laten plaatsen voor de Gold Cup. Ja, natuurlijk dat van de SVB, je kan er niet omheen. Niks er aan de man. Is het van invloed geweest op zeker ook de Surinaamse spelers? Voor zover, om eerlijk te zijn, heb ik dat niet opgemerkt. Je hebt soms wat jugo-jugo's of eventueel een ja, maar waarom moet het zo aan toe gaan? Maar we hebben ze ook uitgelegd van laten we ons focussen op de trainingen en naar de wedstrijden toe. Omdat dat onze uiteindelijke taak is. Hoe gaat het met jou, Diego, hè? Ja, Diego. Is de man die voor Nacho bij het publiek bekend staat als Amasai Draaier Heersani. Is dat zo? Dankjewel. Ja. Dat is lief van de mensen van Suriname en ik hoop dat ik het waar kan blijven maken. Ik begreep van een van uw stafleden dat u een doelpunt maakt zaterdag aanstaande. Dat hoop ik wel, hè. Gaat u dan juichen of dat niet? Ik ga juichen, Suriname gaat juichen. Maar in elk geval, de perikelen binnen de SVB, heb je het ook gevolgd of niet? Niet heel specifiek, maar ik heb natuurlijk wel verhalen gehoord. Je praat er dan, praat ik af en toe met mijn vader erover. Maar ja, dat is, hoort ook bij voetbal en mensen zien waar we naartoe gaan en iedereen wil eraan meedoen. En ik denk dat het natuurlijk moeilijk is, maar ook zo hoort het misschien te gaan. Mag je natuurlijk niet zeggen, maar ik denk dat het als land ook sterker maakt. Alles moet wel met respect natuurlijk gaan en we gaan zien wat er gaat gebeuren. Lijkt een gezellige sfeer, het team. Ja, altijd toch. Iedereen is blij om elkaar weer te zien. Met iedereen zijn we goed. We praten over voetbal, over het leven, over Suriname. En we hebben altijd wel een goede sfeer in het team. Dus wij sluiten ons een beetje ervan af van wat er allemaal erbuiten gebeurt. We zijn echt een team en dus dat willen we ook houden. Men zegt Jamaica nou ja, sterk, toch weer niet. Ja, we moeten wel respect voor Jamaica hebben, want ik hoorde ook één dag terug van Leerdam dat we nog nooit van Jamaica hebben gewonnen in de historie van Suriname. Dus ja, we moeten ook respect hebben, maar we willen ook winnen. En dat denk ik dat we zaterdag kunnen voldaan, zeg maar. Wat gaat nodig zijn om te winnen? Hard werken, goede positief van het publiek. Iedereen moet ons steunen en dan maken we een mooie resultaat voor iedereen. Ik hoor we winnen met 2-1. Jij scoort een van de doelpunten. Wie is de andere persoon? Haps gaat denk ik ook eentje laaien hoor.
Zaterdag, ja. Met rechts. Sterk. Hij is rechts sterk in die, met die rechtervoet van hem. Jij scoort, hoor ik. Ik scoor? Ja, ik scoor wel eens. En hoe gaat dat gebeuren in die wedstrijd? Jij mag dat zeggen. Nou, ik wil van jou weten. Ik ben de kijker. Wat zou je graag willen doen? Hoe zou jij willen scoren? Ik zou willen scoren, maar voor mij maakt niks uit wie op een scorebord komt als we maar winnen. Perikelen binnen de SVB. Is het van invloed op jou? Om eerlijk te zijn, de hele situatie rondom SVB heb ik niet zoveel van meegekregen. Dus en daar moeten wij ons ook van buiten houden. Maar het belangrijkste voor ons is prestatie op het veld en dat we gaan leveren voor Suriname. En ik verwacht dat we dat ook gaan doen. BNT, je bent in Suriname. Je maakt deel uit van onze nationale selectie once again. Hoe ervaar je dat voor de zoveelste keer weer opgeroepen te zijn en deel te mogen zijn van deze journey? Ja, dat is natuurlijk een eer om hier weer aanwezig te zijn. Om met de spelers hier samen iets neer te zetten wat niet eerder is gebeurd. Dus voor mij is het een hele grote eer. Ik ben dankbaar. Hoe is het afgelopen seizoen voor jou verlopen? We zijn kampioen geworden. We hebben de bekerfinale helaas verloren. Maar dat neemt niet weg dat ik alsnog een gelukkige man ben om weer kampioen te worden. Dat is de derde keer nu voor mij. Dus ik ben er wel blij mee. Het was een mooi seizoen. Jouw persoonlijke groei en ontwikkeling, hoe kijk je daar naar als je het afgelopen jaar mocht evalueren? Ik heb een hele goede groei doorgemaakt. Ik ben een paar keer geblesseerd geweest, dat wel. Maar ook dan leer je jezelf goed kennen. Ook dan probeer je het beste eruit te halen. En dat heb ik gedaan. Dus om te zeggen dat ik het maximale eruit heb gehaald, dat heb ik gedaan. Hoe zie jij de Nation League wedstrijden tegemoet? We hebben een Jamaica, we hebben een Mexico. Toch wel landen die van wanten weten. Zeker, het zijn pittige wedstrijden. En daar komt heel veel bij kijken, heel veel voorbereiding. Dus daar moet je echt gewoon goed op focussen. En daar zijn we echt vanaf vandaag officieel mee begonnen. We hebben een goede training neergezet en we kijken er echt naar uit. Iedereen staat te trappelen om te schitteren tegen die jongens. Hoe ervaar je de sfeer tot nog toe in de groep? Altijd goed. Dit is natuurlijk niet de eerste keer, maar ik ervaar een hele goede sfeer en die moeten we natuurlijk doortrekken. Thank you. Alsjeblieft. Luciano Haps, jij bent gegaan van de Eredivisie naar de Italiaanse Serie A. Kun je ons alvast vertellen wat de adjustments waren die je hebt moeten maken en hoe je hebt kunnen aanpassen? Want we hebben je gelukkig in Suriname ook mogen zien op televisie. Dat was echt wel fijn te zien en dan voel je je trots natuurlijk. Maar het leek me alsof je best wel snel hebt kunnen aanpassen. Ja, klopt. Wat je zegt, ik had niet zo lang nodig om me aan te passen. Maar Italiaans voetbal is kracht, fysiek, snijd. En ik denk dat ik alles bezit qua dat. Qua speelsysteem, hoe ze daar spelen met 5 en zelfs met 3. Dat was wel even aanpassen, maar het ging goed. Je treft daar andere type spelers. Je treft ook best wel wat toppers. Met name als je moet spelen tegen Juve, AC Milan, Inter, noem maar op. Hoe beleefde jij dat? Ja, maar dat had ik ook echt nodig, want ik heb heel lang in de Eredivisie gespeeld, ook in de top van de Eredivisie. Dus ik was op zoek naar wat nieuws, ook een sterkere competitie en dat heb ik gevonden in de Serie A. En wat je zegt, sterkere spelers, snellere spelers, dat had ik nodig. En ik zie dat ik ook daarin groei en dat ik een betere speler ben geworden. Wat zeg je als je jezelf persoonlijk mocht evalueren over jouw persoonlijke ontwikkeling en groei? Ja, zeker goed. Eerste seizoen Serie A, veel gespeeld. Geliefd bij de fans daar. Dus zeker een goed seizoen. Ja. Kennen ze Suriname? Ik begin Suriname op de kaart te zetten in Italië, ja. Je maakt weer deel uit van Nacho. Hoe beleef je dat, weer opgeroepen te zijn en deel te mogen uitmaken van deze groep? Heerlijk. Vanaf het moment dat ik uit de vliegtuig stapte, die blijdschap, die rust, was heerlijk. En ik ben heel blij dat ik nu de eerste trainingen achter de rug heb met de boys. Nu moeten we onder andere Jamaica en Mexico als tegenstander treffen. Best wel grote landen in onze regio. Hoe leef jij er naartoe? Eerst Jamaica natuurlijk. Als ik kijk naar de Gold Cup zie ik wel kansen voor ons. Want ik denk dat we gewoon hadden kunnen winnen van Jamaica toen op de Gold Cup. We gaan kijken waar onze kansen liggen tegen Jamaica en die zo goed mogelijk proberen te benutten in de wedstrijd. Wat heb je als perspectieven voor het komend seizoen in Venetië? We zijn gedegradeerd, dus ik moet even kijken wat er op mijn pad komt. Er zijn wel een aantal clubs die al concreet zijn, dus ik verwacht wel dat het goed komt. Het komt allemaal wel goed. Ja. Terug, Jurgen. We hebben de training gehad met de groep. Hoe blikt u erop terug? In ieder geval heel positief.
Je ziet dat die jongens er zin in hebben. We zijn bezig met een bepaald spelprincipe om die uit te oefenen. En we mogen niet ontevreden zijn op deze eerste trainingsdag. Ik begrijp dat enkele spelers nog niet gearriveerd zijn of helaas niet komen. Om welke spelers gaat dat? Het gaat momenteel om Geraldo Becker, die toch wel een blessure heeft. Het gaat om Sherry, die met familieproblemen zit, de gezondheid van zijn moeder. Dus die twee zullen we helaas moeten missen. Ryan Donk, die arriveert op 2 juni. Dus dan meldt hij zich gewoon aan bij de groep. Sherry Becker, helaas niet erbij. Een aderlating, want ze hebben juist best wel topseizoenen gedraaid bij hun clubs. Ja, sowieso. Dat houdt ons bezig. Maar het houdt ons bezig omdat het toch wel twee heel goede spelers voor ons zouden moeten zijn. Maar ondanks dat moeten wij door. En onze focus is nu gelegd op de rest van de spelers en kijken hoe we het team kunnen klaarmaken voor de komende wedstrijden. Hoe kijkt u naar de klik, bondscoach, assistentcoaches en de groep? Voelt u een lekkere vibe en klik? Ja, sowieso. In ieder geval voelen wij elkaar aan en dat is heel erg belangrijk. Die acceptatie is belangrijk en dat hebben wij ook. En het is nu naar de wedstrijd toe. Moeten groeien. Thank you very much. Hi, thank you. En zo hebben we kunnen luisteren naar enkele van de spelers die deel uitmaken van onze nationale voetbalselectie. En hebben we ook aan het woord gehad onder andere bondscoach Stanley Menso en assistentcoach Roberto Geuriken. De wedstrijd is dus aanstaande zaterdag in het Franklin SZ Stadion en begint om 8:00 s'avonds. De lokale televisie is erbij en ook Radio SRS Suriname zal deze wedstrijd live uitzenden. En ook de wedstrijd op dinsdag 7 juni, weliswaar veel later, if you're not a player begin, maar ook die wedstrijd, of althans we zijn in voorbereiding om ook die wedstrijd dus live voor u te brengen in de huiskamer. De komende dagen zullen we Nacho ongetwijfeld nauwlettend blijven volgen. Nou, Jarsinho Biggie Boy Rozenstruik, die zal Suriname ook weer op de kaart zetten aanstaande zaterdag. Want zaterdag aanstaande vecht hij tegen Alexander Drago Volkov in Las Vegas, UFC Apex Center. En het gaat om twee zwaargewichtvechters. Volkov die staat op de 7e plek, ik zei eerder 10e, maar het is de 7e plek waar Volkov op staat. En Jarsinho Biggie Boy Rozenstruik staat op de 10e plek. Nee, 8e plek, sorry, met Boerjanger de standing. Nummer 7 dus tegen nummer 8. En beide hebben hun laatste gevecht verloren. Dus beide vechters moeten een overwinning bijschrijven. Willen ze wat progress maken of dichtbij de top 5 blijven hangen. En een kans afwachten om natuurlijk tegen een top 5 vechter te mogen uitkomen. Trouwens, de verwachting is wel dat de winnaar van dit gevecht tegen een van de vechters uit de top 5 zal mogen uitkomen. En Biggie Boy is volop in voorbereiding. Ik sprak hem gisteren informeel. En ik heb, als alles goed zit, vanmiddag na 5:00 een live interview op Radio SRS Suriname met Jarsinho Biggie Boy Rozenstruik. Hij heeft het heel erg druk. Trouwens, alle vechters zijn normaal niet te druk in Fight Week. Fight Week is de week van het gevecht zelf, waarbij de UFC dan een vast programma voor de vechters heeft. Met fotoshoots, met tekenen of plaatsen van handtekeningen. Met de persconferentie, de weging, de face-off en alle andere activiteiten die horen bij dit evenement. Maar Biggie Boy zegt dat hij vanmiddag tussen 5 en 6 wel wat ruimte vrijmaakt voor Radio SRS Suriname. Om dus even met Suriname of wat te laten horen. Zodat is er allemaal Sabbat Amande ready. En Amande klaar voor Fitafiti tegen Alexander Drago Volkov aanstaande zaterdag. Natuurlijk gaan we uit van het beste. En hopen we dat Biggie Boy wint aanstaande zaterdag van Alexander Volkov. Nou, nog altijd de koffiepraat. We doen de donderdag aflevering. We hebben ook gesproken met minister Armand Agaibersin van Financiën. En we willen u toch wel een gedeelte van dit uitgebreid interview laten horen in de koffiepraat. Voorzitter, staat u me toe in te gaan op de algemene vragen en opmerkingen die door de leden van uw geacht college zijn gepresenteerd in de eerste ronde. De eerste vraag betrof termijndeposito's. Er zijn vragen gesteld over de veiling van termijndeposito's. En de vraag was waarom participatie is beperkt tot de banken en er geen participatiemogelijkheid is voor burgers.
Voorzitter, het is goed om het doel van de termijn depositoveilingen aan te geven. Deze is relatief nieuw in ons monetair systeem. Het doel van de termijndeposito's is om de geldhoeveelheid in de maatschappij te beheersen, voorzitter. Ik kan me voorstellen dat dit bij sommigen overkomt als een verkapte manier om geld aan de banken te geven, voorzitter. Maar laat mij hier duidelijk aangeven dat dit in het geheel niet het geval is. Voorzitter, ik zal gelijk daarbij op toegeven dat het niet zo moet zijn dat alleen banken toegang krijgen tot het systeem van de termijndepositoveilingen. Ik ben van mening dat ook de gewone burger de mogelijkheid moet hebben om een goed rendement op zijn spaargeld te behalen. En waarom zeg ik dit, voorzitter? We weten allemaal dat het in Suriname gebruikelijk is om te sparen in valuta. Als men aan het einde van de maand iets overhoudt, dan gaat men naar de cambio's om zijn SRD's om te zetten in US dollar. Voorzitter, als we de burgers nu de mogelijkheid geven om hun SRD-spaarcenten te beleggen tegen een aantrekkelijke rente, dan ben ik ervan overtuigd dat men daarvoor zal kiezen in plaats van te vluchten in de US dollar. Ik ben verheugd u daarom mee te delen dat de centrale bank op korte termijn centrale bankcertificaten aan het algemeen publiek zal aanbieden. Hierdoor worden burgers vergelijkbare mogelijkheden voor burgers vergelijkbare mogelijkheden geschapen om een goed rendement te verdienen op hun spaargeld. Voorzitter, en daarmee zal ook het vertrouwen in onze eigen SRD sterker worden. Voorzitter, de vraag is gesteld of de wet op de jaarrekening is opgeschort. Ik neem aan dat de onderliggende vraag is waarom de jaarrekeningen van de Centrale Bank vanaf 2019 nog niet zijn gepubliceerd. Het is inderdaad zo dat de Centrale Bank een achterstand heeft met het publiceren van haar jaarrekeningen. Deze oorzaak van deze achterstand is bekend, voorzitter. We weten allemaal wat er bij de Centrale Bank in het recente verleden is gebeurd. Dat moet nu allemaal gerepareerd worden en ik hoef daar niet verder op in te gaan. Ik kan u wel meedelen dat de Centrale Bank drukdoende is een inhaalslag te maken. Recent zijn de jaarrekeningen van 2016 tot en met 2018 gepubliceerd en de planning is dat de jaarrekeningen voor 2019 tot en met 2021 voor het einde van dit jaar zullen worden gepubliceerd. Daarmee zal de Centrale Bank van Suriname weer op schema zijn. Dan is er gepleit, voorzitter, voor het uitgeven van grotere coupures. Ik kan u meegeven dat ik positief sta tegenover hogere coupures, voorzitter. Bijvoorbeeld coupures van 200 en 500 SRD en mogelijk zelfs 1000 SRD. Dit zou, voorzitter, denk ik ook de problemen met de ATM's voor een deel helpen oplossen. De ATM's zullen minder snel leeg raken, want men zal hetzelfde bedrag kunnen pinnen met minder bankbiljetten. Voorzitter, en dit zal besproken worden door de monetaire autoriteiten. De vraag is gesteld, voorzitter, hoeveel van de kasreservemiddelen al zijn terugbetaald aan de banken. Ik kan u meedelen dat tot nu toe hiervan aan aflossingen en rente gezamenlijk in totaal $50 miljoen is terugbetaald. De vraag is ook gesteld, voorzitter, hoeveel schulden van de staat aan de banken zijn afgelost. Voorzitter, het is bekend dat in juni 2020 presidentskandidaat Santokki door de toenmalige regering werd meegedeeld dat het geld op was. Er was niet eens geld om de salarissen te betalen
En de toenmalige regering deed een beroep op ons, de aantredende regering, om te helpen. En dat hebben we ook gedaan, voorzitter. We hadden ook kunnen zeggen, bekijk het, is je eigen schuld. Maar wie zou de dupe worden, voorzitter? Het valk. En daarom hebben we geholpen en we hebben gesproken met de banken. Hieruit is de zogenaamde syndicate lening voortgekomen van 380 miljoen SRD. Met dit geld zijn salarissen en lopende kosten betaald. En deze lening is toen ook getekend door mijn voorganger. Voorzitter, nadat de nieuwe regering was aangetreden, zijn in juli en augustus 2020 leningen afgesloten bij de banken van in totaal 480 miljoen SRD. Wederom om lonen en subsidies te betalen. Ik kan u meedelen, voorzitter, dat deze leningen in totaal 860 miljoen SRD en daarbovenop de rente volledig zijn terugbetaald. Daarnaast, voorzitter, worden aflossingen gepleegd, reguliere aflossingen aan de banken, nadat de leningen met de banken zijn geherstructureerd en worden de aannemers ook betaald, zodat zij ook de werken kunnen uitvoeren, voorzitter. Ik kan hierbij ook stellen dat betalingen aan multilaterale organisaties zoals de IDB, Wereldbank, etc., dat die worden gepleegd conform betalingsschema en dat daarin geen achterstanden van betalingen zijn, voorzitter. Voorzitter, de vraag is ook gesteld of de regering de getrokken lening groot 500 miljoen ten behoeve van het COVID-fonds heeft afgelost. Ik kan aangeven dat dit nog niet het geval is. De COVID-leningen maken deel uit van de schuld aan de centrale bank, voorzitter. En de regering zal de aflossingen uit het COVID-fonds alsmede de rest van de schulden bij de centrale bank gefaseerd plegen. En daar zijn we ook in overleg over. Voorzitter, er is een vraag gesteld of de swapdeal met China onderdeel is van de internationale reserves. Ik zou deze vraag niet beantwoorden met een simpele ja of een nee. Want je moet eerst de vraag stellen wat de definitie is van internationale reserve. We moeten een goed onderscheid maken, voorzitter, tussen bruto en netto reserve en welk deel van de reserves werkelijk bruikbaar zijn. Want voorzitter, technisch gezien is de China-swap onderdeel van de bruto monetaire reserve. Waarom bruto? Omdat er hier tegenover een verplichting staat aan China. Als je trekt uit de swap, dan moet je ook China terugbetalen. Netto telt het dus niet mee in de reserve, voorzitter. Overigens kan ik u meedelen dat de swapdeal ondertussen is beëindigd en de swap dus zit dus überhaupt niet meer in de reserve. Dan is de vraag gesteld, voorzitter, welke invloed de verhoging van de douanekoers zal hebben op de inflatie. De douanekoers wordt elke twee weken vastgesteld op basis van de gemiddelde koers van de centrale bank. De douanekoers is recent met 1,5% gestegen en volgens onze berekeningen, voorzitter, zal de doorwerking hiervan op de inflatie naar verwachting minim zijn. Er zijn vragen gesteld over de kwestie van financial inclusie en het belang van betrouwbare statistieken. Voorzitter, wij onderkennen de zorgen van de geachte leden. We ervaren in Suriname een omstandigheid waarbij het moeilijk is om een bankrekening te openen. Dit komt doordat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen burgers die zich aanmelden bij de banken. Technisch komt het erop neer dat iedereen onder hetzelfde risicoprofiel wordt geplaatst bij de toegang tot financiële diensten. Dit is niet bevorderlijk voor de financiële inclusie. Voorzitter, de banken geven in een gesprek aan dat zij het openen van de rekeningen vergemakkelijk hebben
En dat die mogelijkheid dus nu voor mensen wel bestaat om rekeningen te openen. Maar voorzitter, echter om de hiaten en knelpunten tot de financiële diensten goed in kaart te brengen en om vast te stellen wat het risicoprofiel is van de verschillende groepen van mensen in de samenleving, is betrouwbare data nodig. Tegen deze achtergrond is de Centrale Bank met ondersteuning van het Instituut voor Maatschappij-Wetenschappelijk Onderzoek een pilotstudie gestart in de districten Paramaribo, Saramaca en Brokopondo. Na deze pilotstudie vindt er een nationaal onderzoek in alle districten plaats met ondersteuning van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. De resultaten van dit onderzoek zullen als basis dienen voor de Nationale Financiële Inclusiestrategie en Nationale Financiële Educatiestrategie. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren in het proces van financiële inclusie. Voorzitter, dan ter afronding van de meer algemene vragen, het onderwerp van de hoge kosten die de banken in rekening brengen bij valutastortingen door cliënten. Zoals inmiddels bekend, voorzitter, hebben de banken deze stortingskosten voor de US dollar afgeschaft. Voorzitter, ik zal nu ingaan op de meer specifieke vragen die direct gericht zijn op de nieuwe Centrale Bankwet. En ik zal daarbij eerst het algemeen kader behandelen waarom de regering heeft gekozen voor een nieuwe wet. Voorzitter, meerdere leden van uw geacht college vragen zich af waarom het nodig is de huidige bankwet te vervangen en wat de zwakheden zijn in de huidige wet. Ik kan daarover het volgende zeggen. In de afgelopen periode heeft monetaire financiering de bevolking keer op keer verarmd en pensioenen doen verdampen, voorzitter. De huidige bankwet heeft het volk van Suriname helaas niet kunnen beschermen tegen expansief overheidsfinancieel beleid en accommoderend monetair beleid. Dit laatste hing samen met de zwakke wettelijke onafhankelijkheid van de Centrale Bank. Ook de wetswijziging van 2005, voorzitter, heeft helaas niet geholpen. Dat de huidige bankwet zou hebben voldaan, bijvoorbeeld in de periode 2000-2010... was niet de verdienste van de wet, maar van de toenmalige monetaire autoriteiten. Dit betrof derhalve feitelijke en geen wettelijke onafhankelijkheid. Er was dus monetaire stabiliteit, voorzitter, niet dankzij, maar ondanks de huidige bankwet. Na 2010 en vooral na 2015 zijn zaken misgegaan, voorzitter. De huidige bankwet gaf onvoldoende bescherming aan de samenleving tegen monetair wanbeleid. Met deze nieuwe centrale bankwet zal deze bescherming er wel zijn en hopelijk voor vele generaties na ons. Dat is de redenen, zijn de redenen, voorzitter, waarom wij deze nieuwe wet willen uitvoeren. In het verlengde hiervan, voorzitter, hebben leden van uw college zich afgevraagd of cruciale bepalingen in de Centrale Bankwet niet alleen bij 2/3 meerderheid moet worden toegelaten. Voorzitter, dit lijkt mij op zich een goed idee. Echter moet ik aangeven dat artikel 83 lid 3 van de grondwet een limitatieve opsomming geeft van de gevallen waarbij een 2/3 meerderheid van DNA nodig is. De regering kan derhalve niet meegaan met het voorstel, althans zolang een voorziening hiervoor ontbreekt in de grondwet. We zijn uiteraard wel bereid deze mogelijkheid te bekijken samen met uw geacht college. De vraag is gesteld, voorzitter, wie de monetaire autoriteiten van Suriname zullen zijn na aanname van deze wet.
Voorzitter, na aanname van de wet zijn die nog steeds de minister van Financiën en Planning en de governor. Daarbij merk ik echter op dat de huidige deviezenregeling 1947 voorziet in een rol voor de president van het land om wisselkoersen vast te stellen. Daarom zal deze wet na afkondiging geharmoniseerd worden met de nieuwe centrale bankwet. Er was een voorstel gedaan om dit al gelijk na inwerkingtreding van deze wet te doen middels een overgangsbepaling. Concreet zou dit inhouden, voorzitter, dat de deviezencommissie stopt met haar activiteiten en dat de centrale bank vergunningverstrekkende instantie wordt krachtens de deviezenregeling 1947. De regering acht het echter niet uitvoerbaar om een overgangsbepaling vast te stellen. Een algehele wijziging van de deviezenregeling 1947 behoeft een integrale aanpak waarbij de inzichten van diverse stakeholders, de staat, het bedrijfsleven, de financiële instellingen en andere deskundigen over onder meer de filosofie, de uiteindelijke verantwoordelijke voor de uitvoering van de wet en incorporatie van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kapitaalverkeer worden meegenomen in een nieuwe deviezenwet. Na inwerkingtreding van de nieuwe bankwet zullen de conflicterende artikelen in de deviezenwet worden geharmoniseerd met de centrale bankwet. Voorzitter, gevraagd is of de nieuwe bankwet prijsstabiliteit zal garanderen. In de nieuwe centrale bankwet is de focus gelegd op prijsstabiliteit als hoofddoelstelling, gegeven de monetaire instrumenten die de Centrale Bank van Suriname tot haar beschikking heeft. De ervaring van banken wereldwijd is dat de beste bijdrage die een centrale bank kan leveren aan de economie is om via prijsstabiliteit de randvoorwaarden te creëren voor economische activiteit, zijnde de bestedingen voor consumptie, investeringen en exporten. Instabiele prijzen, voorzitter, hebben nadelige effecten op deze bestedingen en daarmee ook op de economische groei. Ik was bezig met de vraag te behandelen over of de nieuwe bankwet prijsstabiliteit zal garanderen, voorzitter. En als ik me niet vergis, zei ik daarnet, en van daaruit pak ik het verder op, dat de ervaring van banken wereldwijd is dat de beste bijdrage die een centrale bank kan leveren aan de economie is om via prijsstabiliteit de randvoorwaarden te creëren voor economische activiteit, zijnde de bestedingen voor consumptie, investeringen en exporten. Instabiele prijzen, voorzitter, hebben nadelige effecten op deze bestedingen en daarmee ook op de economische groei. En zo hebben we kunnen luisteren naar een deel van het betoog van de minister van Financiën, minister Armand Achaibersien. En hij ging in op vragen die dus betrekking hebben op de begrotingsbehandeling. Daarvoor hebben we een uitgebreid verslag gehad van Nacho, de spelers van Nacho en ook de bondscoach en assistent bondscoach die helemaal ready zijn en erop gebrand zijn om aanstaande zaterdag een goed resultaat neer te zetten. Nou, nog steeds een heleboel regen. Ik kom met bakken naar beneden, een heleboel buurten, straten en plekken ondergelopen. Waar bevindt u zich? U mag even bellen op 494x0. U mag ook appen naar 83x9109. Goed, ik heb tjus overal water, over Lassawe Abi. Ja, iemand belt al. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie is dit? Dat is mevrouw Jacin. Oh, mevrouw Jacin, je bent ook nat? Helemaal. Je bent ondergelopen. Ja, helemaal niet goed. Maar dan je, wat zou je doen? Naar Zweden swing? Nog niet aan in zee wat ik niet. Wat is het? Oh jee. Ik heb dat niet zee. Welke buurt is dat? Ik ben aan de Appelzee, achter de margarinefabriek. Oh, oké. Okay. Oh, dat is zo mooi. Die weg is vol met kuilen. Oh jee. Het erf is onder water. Het trekt wel weg, maar langzaam. Maar dat heb ik opgemerkt de afgelopen dagen. Hè? Mm-hmm.
Maar dan gewoon, het ligt gewoon aan een heleboel regen die naar beneden is gekomen. Ja. En vorige week, vorig jaar, het was wel vroeg, is OW hier geweest. Ze hebben een keertje met een kalkenzuiger gezogen. De deksels van de putten tegen de schuttingen van de mensen geplaatst, want ze zouden terugkomen. Daar had ik ze in de komoren. En dat is het oppo, grazie groni desa, niet deksel dat is kosten. Het is me zelfs gelukt om de president en de minister van OW en Rameo persoonlijk te bellen en het probleem aan te kaarten. Toch? Zoveel beloofd, ik heb nog niks gezien. En wat mijn grootste probleem is, mijn echtgenoot is iemand met een beperking. Dus, kijk, 28 jaar. Dus toen we onze boosterprik gaan halen. We hadden er niet uit. Ik kan niet eens uit het erf gaan laten staan, uit de weg. Dus ja, samen dat zien. Ja, en de zuilophaal hier niet goed doen. Die komt er dan wanneer je sollicitatie maakt en je stakker dat je verdwijnt. Ik draag niet met je best leuk voor kom. Nee, dat is een sensatie, inderdaad. Nou, zullen nou de beleidsmakers luisteren, neem je ook dat doen zijn die appels tegen de omgeving. Want aan elkaar kan dus dat met zo'n lange mevrouw, die maar niks niet hebben. Dus de mijn arki, niet zeker de mijn arki. Dus ik hoop dat ik maar zijn changie. Ja, we zitten al jaren hier. Oké. Okay. Achter de margarine. We wensen een sweet day. Blijft u droog. Goedemorgen. Blessie, doei. Wie is de volgende, Carlos? Goedemorgen. Worden Gwe. U mag bellen, 494-0. Bent u ondergelopen of zit u lekker droog? Hallo? Hallo? Deze is weg, hallo? Radio Tranatomsi, hallo, goedemorgen. Hallo? Hallo? Nee, volgens mij Radio 4, Tranatomsi. Tranatomsi. Ah, meneer, maar echo, man. Weet echo. Nano, de abonta. Het is nu ietsje beter, vaker. Maar ik ben nu aan het alleen die tijd Ruski, man. Hey, Ruski, zo'n biertje. Zo'n biertje. Afijn, jij klaar niet. Ik ben nog steeds in Suriname. Ik ga een legerhelikopter bellen. Een legerhelikopter? Al in Noord. Oh, u kunt niet uit uw huis? Ja? U kunt niet uit uw huis? Wat zegt u? U kunt uw huis niet uit? Nee, helemaal niet. Welke buurt bent? Ik ben op 50 centimeter water waar ik 50 centimeter op je zwembad? Ja, ik begrijp het niet. Welke buurt? Ik ben nagegaan. Ik heb gereden met een auto. Mijn vriend heeft me gereden. Al die treinen zetten vol gras bovenop, bovenop van de straten en op Rijnsheel Noord. Hoe kan het water nou weggaan? Achterstallig onderhoud. Jarenlang worden die dingen niet opgeschoond. Ze hebben ze 500 miljoen euro geleend, dollar geleend van Amerika. Dus ze denken niet aan de gezondheid van de mensen hier in Suriname. Dus ik begrijp het helemaal niet uit. Dus ik ga aan de commandant van het leger bellen. Laat ze me ophalen met de helikopter. Want ik heb je al eerder gezegd, nee, dat de Surinamers schamen zich om bij een buur te gaan om hulp te vragen. Ik heb die dan mensen vandaag of gisteren zelf gevolgd, de overstroming van Brugge-Ponde. Meneer, evacuatie moet binnen seconden gebeuren. Ja. En als je Franske aan vraagt, weet je hoeveel van de helikopters daar zijn van het leger. Dus ik weet het niet, de regering van hier, de schamen zich geloof ik om bij de beren aan te kloppen. Dat zal wel hopelijk loskomen, meneertje. Laten we naar de volgende beller. Blijft u droog en blijft u veilig. Jawel. Okay. Yes, goedemorgen.
We hebben hier een app binnen gehad. Ik zit op morgenstand. Daar is het vreselijk helemaal ondergelopen. De kreken zijn buiten hun oevers getreden en zijn gelijk met de straten. En als het zo door blijft regenen, vrees ik het ergste. Dat zegt iemand uit Noord-Morgenstand. Aymina Morgenstand, bieden we daar vissen, maar boven is Reffie. Even schat, daar heeft meedjes, want tien kinderbadje. Dus ik denk dat ik als ik naar huis ga, ik waarschijnlijk ook zal moeten dweilen en zo. Want het is daar vreselijk. Nou, telefoon in Rinkel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met wie spreek ik? Met mevrouw Benanon. Van het Valkenboer belt u? Noord. Oh, Noord, ja, dan staat dat kiezen we ook toe. Luister dan. Het is zo zeg van dat die man van naast bij ons bouwt. Mm-hmm. Ze hebben hun dak goed weggehaald. En mezelf zit nooit onder water. En ik probeer Owi op te bellen en ze nemen niet op. Ik wil Owi vragen om even oogje gaan gooien. Mijn erf zit onder water daar zo. Om die mensen die bouwen hun dak goed. Nee, ja, dan komt al het water op uw erf terecht. Laatste raad, laat Owi horen. Duikelaar nummer 38. Naast bouwen ze. Laat ze een oogje gaan gooien, want mijn heel erf zit onder water. En het is nooit onder water gegaan, mijn erf. Nooit, nooit, nooit. Waardoor die dak goed van die mensen. Komt het water op uw erf? De over OW. Mm-hmm. En ze ook in Paramaribo overal die bergpitten schoonmaken. Laat ze wat kijken voor het volk ook. Ja. En dat wil ik vragen, om al die trenzen schoon te maken. Want ik vind dat ze niks doen. Nee, klopt, klopt, klopt. Forum moest doen. Zeker voor Saptak Noemor. Alleen in Fado. En ze doen niks. We zijn alleen kon. Dat is allemaal mooi en waar. Maar ze doen ook niks. Ze doen wel iets, maar ze doen te weinig. Laten we het zo stellen. Er zijn mensen in dit en dan doen die mensen niks. Maar dat is waar ik spij wel. Ik vroeger, die mensen van vroeger, ze maaien, ze maken riolering schoon enzovoort. Ja, ja, ja. En nu doen ze dit ding niet. We hadden zulke problemen niet. Het is hard geregend de afgelopen dagen. Dat is waar. Mm-hmm. Natuur, hè. Maar ze moeten hun werk ook doen. Behoorlijk mensen in dienst bij OW. Nee, helemaal. Laten we naar de volgende beller. We nemen het zeker. Ja, we hopen dat ze het ter harte nemen. En ik wens je sterkte met het water. Goedemorgen. Nou inderdaad, OW moest lukken, want als ik andere man, want Carlos wel een spookambtenaar is daar, of zijn je man moet niet meer doen. Andere man, tik deze maat, jepie, isabi. Want dan kan dit zo dat die lukken natuur naar natuur. We kunnen tegen de natuur niet vechten, alleen in Fadong wreed. Maar als je daar bovenop ook achterstallig onderhoud hebt, dan heb je begrepen, zo happen toch. Is er iemand, Carlos? Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie spreek ik? Hallo. Ja, goedemorgen meneer. Met wie spreek ik? Met mevrouw Irene. U bent ook ondergelopen, bent u pas wakker? U klinkt zo slaperig. Nee, ik ben niet pas wakker. Of u bent moe van het water? Ja, Noord. Noord ook, nou wel. Waarvan Noord? Hier bij Hollandia. Oh ja, bij de Almeerstraat. Hollandia heeft één vieze vet in die goot hier losgegooid. Alles komt uit de straat. Het is verschrikkelijk. Net België hier komen kijken. Mm-hmm. Wat Hollandia allemaal doet. Het is verschrikkelijk. Ja, het is wel Hanina straat daar, hè? Ja. Mm. Die goot loopt al over mijn net. En dan komt Chisa Moro. Alalabalabai Kadoro dan naar Grat. Grat van een brokone kija. Dat nog kan. Werk aan de winkel. Ja, man. Nou, ze hebben het gehoord, mevrouw. Ja, sterkte, wees u voorzichtig. Jawel, meneer. Yes, goedemorgen. Goedemorgen. Hij is maar in Noord-Abnam, maar probleem. We kunnen nog één beller, het is 8:55. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo het biertje neemt. Para. Para is hem ook toe. Para is hem. No skippy. Para is hem. Yes, dat meen ik aan is hem. Maar mij denk je deze massa is hem in af. Oh ja. Je leeft van meerdere charisma. Ja, man. Nou, als aan tof. Ik ga hier. Meneer, ik wil hier ook voor u hier. De man moet... Ik zou S. André school voor strong Michiwan drempel. Was stop bij Amei Gitak naar een drempel. Dat je alleen zijn poeren naar zo'n gratis. In een man is rechtstak naar een drempel. Dat je dan een sporo draf. A je looppad per de chimus waka. A tap naar zo'n busi. De man wacht te Uduwagi Maswam China S. André school. Dan pas de man long kon crimen. Maar nu de man is
De man is zing. Ja. We vinden jammer die ding. Dus dit is ook toen ons eigenlijk, want chief vinger wij zijn goed dat hey, wala malai viering, maar dan hebben we een idee, en dit is een idee, want wat er naar binnenland naar meters ook, daar zie je dat die, er moet wat gebeuren. En ik denk dat ook begi ook toe, een begi gisteren aan. Met dat ik graag dan hiermee gaan we deze aflevering van de Koffiepraat helaas afsluiten. Telefoon er rinkel goed door, maar ja, Juru door en Carlos Pinas moet door, want af en toe die zin aan zuiver weer van programma's hij volgt nu. En ik denk zeker dat Carlos op het want een mooi sweet tune. En ik denk dat zeker dat Massa ta ook zo'n idee, die gaan zich extra prettig voelen, ondanks door ze in dat je was don't op een bang in je heen voeten bij Arki Radio SRS. Dan heb je hopelijk toch een klein beetje troost op deze donderdagochtend. We besluiten deze aflevering van de Koffiepraat. We zijn er weer morgen met een nieuwe. Goedemorgen.